Marcus Snoek, ik ben lector Leren en Innoveren bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. En ik hou me bezig met vraagstukken rond het beroep van leraar. En dan gaat het over de professionele ontwikkeling, de rol van leraren bij onderwijsinnovatie en het leiderschap van leraren. En dat zijn thema's waar ik me veel mee bezig hou. Een van de thema's die in deze sessie centraal staat. Ja, welkom. Ik ben zelf Marius van Zandwijk, ik werk bij Kennisnet en daar houd ik mij bezig met vraagstukken rond professionalisering van docenten. In het mbo heb ik recent een community of practice leren en ICT voor docenten en teammanagers begeleid. En professionaliseren vind ik een heel mooi onderwerp. Onderwijs gaat over de leraren, het gaat natuurlijk over de leerlingen, maar als je kijkt naar wat goed onderwijs bepaalt, is dat toch vooral de leraar. En in deze sessie gaan, als Annika ingelogd is, gaan we aan de hand van de case van Annika bespreken hoe het werkt met innoveren van onderop. De aantal deelnemers van deze sessie is heel groot. Tegelijkertijd vind ik het wel belangrijk dat jullie ook af en toe een vraag kunnen stellen. Dus mocht er iets in het gesprek zo langskomen waar je een vraag over hebt, zet hem in de chat. Dan komen we daar nog op terug. En mocht je vraag nog niet zijn beantwoord, dan kan je ook via de algemene chat, die zit niet aan de linkerkant, maar aan de bovenkant, een berichtje sturen naar mij of Marco of Annika. Ik zie dat Annika er is. Annika, kun jij jezelf kenbaar maken? Ja, ik ben het weer. Ja? Perfect. Tof. Het is gelukt, jongens. Wat fijn. Ja. Hey, welkom, Annika. Haal even adem, want het is altijd toch even druk als je dan nog heel veel dingen moet organiseren. Ik heb mezelf net kort voorgesteld en Marco heeft zich ook kort voorgesteld. Zou jij in een paar woorden iets kunnen zeggen van wie jij bent? En dan gaan we met elkaar het gesprek aan. Helemaal top. Dankjewel, Marius. Ik ben Annika Embrechts. Ik ben docentonderzoeker bij Saxion Hogeschool. En werk nog bij het ROC van Twente en als onderzoeker voor Tech Your Future. En ik ben vooral bezig met als lerarenopleider met leerkrachtprofessionalisering op het gebied van wetenschap en technologie en digitale geletterdheid. Ja, nou, leuk dat jullie alle twee zijn. Ik heb het gevoel dat jullie hele mooie complementaire kennis hebben. En we gaan een vraaggesprek doen. Mijn eerste vraag zou zijn, Annika, je hebt gewerkt aan een professionele leergemeenschap op het vlak van digitale geletterdheid. Welke vragen kwam je daar eigenlijk tegen van docenten? Hè? Waar zaten zij mee? Ja, nee, we hebben een groep van ongeveer 10 ICT-coördinatoren en experts die eigenlijk allemaal tegen dezelfde uitdagingen aanliepen. Dat ze hun collega's graag wilden helpen om digitale geletterdheid verder in het onderwijs te integreren. Maar toch merkte dat collega's vaak aangaven dat het aanwezige materiaal nog niet toegankelijk genoeg voor ze was. Dat ze het lastig vonden om daarmee zelf aan de slag te gaan. Dus het was ook hoe ondersteun ik mijn collega's hierin. Ook vragen als hoe integreer ik het ook in mijn huidige onderwijs. Dat het niet als een los onderdeel er weer bij komt. Maar dat het echt deel van onze schoolpraktijk wordt. Dan ook weer gekoppeld aan doorgaande leerlijnen. Hoe verbind ik het dan en hoe zorg ik dan dat we weten wat we in de verschillende klassen in onze school doen? Ja, dus eigenlijk van hoe krijg ik mijn collega's mee en hoe integreer ik het in het onderwijs? En als je dan kijkt, hè, van als dat soort vragen spelen, wat hebben jullie in de leergemeenschap gedaan om leraren of AI-coaches te ondersteunen om te werken aan die vragen? Ja, nou, wat we doen met die professionele leergemeenschappen is dat we proberen een groep te vormen die elkaar kan ondersteunen. En op hoger niveau hebben we dat ook al georganiseerd doordat we deze collega's uren geven. Ze krijgen van hun stichting allemaal uren om echt aan lesontwikkeling te werken en ook om echt producten te ontwikkelen die dan ook hun collega's weer helpen. Dus het is ook, we kunnen werken aan hun concrete
vragen. En wat we ook doen is zorgen dat er altijd experts aanwezig zijn die hun proces kunnen ondersteunen. Dus ze kunnen altijd op iemand terugvallen. Gebruik maken van het netwerk van kennis dat er al in het land is. Als ze vragen hebben waar we met het hele groepje zelf niet uitkomen. Dus zo proberen we eigenlijk die groep te ondersteunen. En ze te helpen deze vraagstukken op te lossen. Ja, dus eigenlijk wat jij zegt, het is belangrijk dat er tijd beschikbaar wordt gesteld en faciliteren. Ja. Het is belangrijk dat er een soort procesbegeleiding is, dat zij, als dat nodig is, wat ondersteund kunnen worden. En het is belangrijk om aan een product te werken. Dus dat zijn eigenlijk drie belangrijke elementen die ik van je hoor. Ja. Hey, en als je dan door je oogharen kijkt, hè, dan doe je dat. De docenten hebben vragen, je biedt ze ondersteuning. En als je dan door je oogharen kijkt, hè, wat is dan de betekenis van die leergemeenschap voor leraren? Hè? Wat is dat dan? Ja, je merkt dat doordat ze met z'n allen bij elkaar zijn, heel vaak ICT-coördinatoren zitten in hun eentje in de school. Je hebt vaak wel meer ICT-coördinatoren in een stichting, maar vaak voelt men zich redelijk eenzaam in de uitdagingen die ze tegenkomen. En door zo'n leergemeenschap te creëren, verdwijnt die eenzaamheid op de taak enigszins, omdat je elkaar vindt en elkaar kunt helpen en ook merkt dat je dezelfde vraagstukken hebt en daar samen aan kan werken. En het andere is dat het ook naast lesgeven meer uitdaging biedt. Het zijn vaak mensen die toch vervolgopleidingen hebben gedaan. Het zorgt voor een deel erkenning. Ik heb die opleidingen gedaan, ik kan er wat mee. Ik kan een bijdrage leveren aan de rest van de school. Ik kan mijn collega's helpen. Het zorgt uiteindelijk ook dat leerkrachten weer meer lol ervaren in het werk dat ze doen. Ja. Nou, dat is een mooi effect, denk ik. Dit is nu even een concrete case. Hè? En Marco, je hebt natuurlijk ook veel onderzoek gedaan naar dit soort onderwerpen. Als je dit verhaal nu hoort, hè, en je plaatst het in een breder perspectief, wat valt jou dan op? Nou, wat me eerst opvalt is dat er eigenlijk twee lagen in zitten. Want je hebt eigenlijk de laag van de ICT-coördinator die je ondersteunt. En je hebt tegelijkertijd ook de laag van de andere leraren in de school waar de ICT-coördinator mee aan de slag moet. En misschien eerst even inzoomen op die ICT-coördinator. Want dat is natuurlijk de kern van die PLG die jullie ontwikkeld hebben, Annika. Wat mij opvalt is dat je eigenlijk een aantal dingen in de praktijk brengt die we weten uit wat belangrijk is als het gaat om professionalisering van leraren. Het feit dat je vertrekt eigenlijk vanuit hun vragen en de behoeften waar zij tegenaan lopen en niet een scholingstraject inzet vanuit het perspectief van deficiëntie. Van nou, je weet het nog niet en we gaan jou vertellen wat je nodig hebt. Maar het is heel erg vanuit hun eigen ontwikkeling. Dus dat betekent dat het daarmee ook gelijk voor hen betekenisvol is. En die betekenisvolheid die versterk je eigenlijk nog door met elkaar ook te werken aan producten. Je creëert, dat is ook het kenmerk van die community, is dat je daarmee ook een soort onderlinge afhankelijkheid creëert. Waarbij iedereen een verantwoordelijkheid en een rol hebt, dat je elkaar nodig hebt. Dus ik denk dat dat een hele, hele sterke is. Wat ik eigenlijk heel mooi vind, je noemt dat zelf ook, is dat element van erkenning. Mensen ontwikkelen zich en je organiseert als het ware erkenning voor de rol en de expertise die ze ontwikkelen. En ik ben zelf bezig met het vraagstuk van loopbaanontwikkeling. Dus hoe hou je eigenlijk lol en passie in je werk? En een van de elementen daarvan is dat er sprake moet zijn van erkenning. Er moet ook sprake zijn van variatie. Dus het feit dat je niet ieder jaar het gevoel hebt dat je hetzelfde doet. Nou, door mensen een nieuwe rol te geven, dan organiseer je dat ook. Dus dat zijn volgens mij ontzettend belangrijke elementen. Wat me opvalt nog eens dat je zegt van nou, dat ze aanlopen tegen het feit dat ze in hun eigen organisatie vaak in hun eentje zijn. En dat een zekere eenzaamheid organiseert. En ook daarin is zo'n professionele leergemeenschap is denk ik ontzettend belangrijk. Dat je
ja, mensen bij elkaar brengt, dat je maatjes, dat je partners als het ware zoekt, om daarmee ook inspiratie te organiseren. Nou, ik vind dat mooi dat je dat in zo'n professionele leergemeenschap organiseert. De vraag is voor mij nog wel van hoe je binnen een school dat ook kan organiseren. Want je organiseert het nu over scholen heen. Dus hoe kan je in de school ook eigenlijk die eenzaamheid voorkomen? En ik denk ook dat een schoolleider hier een ongelooflijk belangrijke rol in speelt. Omdat hij ook als het ware partner of maatje moet zijn voor zo'n ICT-coach. En niet het gevoel moet hebben van nou, ik heb nou een ICT-coach. Nou is het geregeld, ga je gang, maar ik hoef me daar niet druk meer over te maken. Mm-hmm. Maar eigenlijk dat die gesprekspartners zijn. En meedenken en meebewegen met zo'n ICT-coach is volgens mij ongelooflijk belangrijk. Ja, ja. Het vind ik mooi dat je dat signaleert. Want dat we hebben inderdaad die PLG's die zitten binnen een kennis, dat noemen wij kennisnetwerk lerende leraren. En dat betekent ook dat we niet alleen met die leerkrachten bezig zijn, maar dat we ook met schoolbesturen spreken. En dat we dus ook parallel bijvoorbeeld teams meenemen in dit soort processen, om ook te zorgen dat die facilitering op verschillende niveaus plaatsvindt. En dat we dus ook gesprekken hebben met schoolleiders van welke mogelijkheden zijn er dan om zo iemand ook zo'n rol in de school te kunnen laten uitvoeren. En soms is dat inderdaad de duidelijke sparringspartner met de schoolleiding. Soms ontstaat na een tijdje, hebben we ook gezien voor wetenschap en technologie, dat je eerst als eentje in de school, als enige in de school rondloopt als WNT-expert. En dat er daarna collega's zijn die zeggen, oh, maar ik wil hier wel verder aan bijdragen. En er een soort klein teamje in de school ontstaat. Dus dit is inderdaad iets wat aandacht vraagt op allerlei lagen van schoolorganisatie. Ja. Ja. Je noemt dat woord van facilitering. En vaak denken we dan in termen van tijd en voorzieningen. Maar wat hierover gaat, is eigenlijk een soort mentale facilitering die je organiseert. Ja. En zou je ook wat tips kunnen geven, Annika, van als mensen in hun school hoe je innovatie breder kan trekken in je school? Want dat gaat. Dat ligt eigenlijk onder dat vraagstuk. Je doet een idee op in je PLG. En hoe ga je dat verder brengen? Ja, ja, dus inderdaad, een van de dingen is zorg inderdaad dat je ook je schoolleider, dat je het samen doet en samen als team. En dat je ook het team betrekt. Dus als wij dingen ontwikkelen, een product ontwikkelen, dan proberen we ook voorafgaand al bijvoorbeeld tijdens een studiedag ook een team mee te nemen in die ontwikkeling van waar willen we nou eigenlijk naartoe? Ik merk bijvoorbeeld bij wetenschap en technologie dat er vaak ook nog een soort gezamenlijk visietraject met de school soms aangekoppeld wordt. Dat kan bij ICT net zo goed. En omdat je er dan met z'n allen over aan het nadenken bent en ook met z'n allen al die beweging in gang aan het zetten bent, is zo'n product dat uiteindelijk af is, is gewoon veel makkelijker te integreren in zo'n school dan dat je dat gewoon zomaar over de schutting zou gooien en zeggen, hé, we hebben wat nieuws gemaakt. Dus het is inderdaad een continu proces. En andere dingen zijn ook, bijvoorbeeld bij de post-HBO-opleiding geven we nu vaak aan, start met 2 collega's in de school. Start niet met 1, maar met 2, dan heb je een maatje. En dan kan je eigenlijk vanaf het begin af aan, heb je dat kleine systeempje in je school, heb je ook alweer te pakken samen met je directeur of je schoolleider. Ja, ik keek even met 1 oog naar de chat en we hebben wel een vraag die ook nog een keer geliked is door iemand. Dus die wordt op verschillende manieren dus herkend. En dat is eigenlijk de vraag van, goh, in zo'n PLG zitten mensen van verschillende scholen en hoe ga je nu om met... Aan de ene kant probeer je als deelnemer iets op te lossen voor je eigen school. Wat iemand anders voor zijn school wil oplossen, kan soms net wat anders zijn. En hoe ga je daarmee om? Ja, een goede vraag. We hebben inderdaad PLG's binnen scholen en ook PLG's van verschillende stichtingen. Dus die bestaan allebei. En we hebben de meeste in ons kennisnetwerk zitten 16 stichtingen vertegenwoordigd.
En wat we proberen te doen is sowieso die vragen helder krijgen en te kijken wie wil aan welk vraagstuk werken. Dus we werken met bijvoorbeeld 10 ICT-coördinatoren aan verschillende vraagstukken. Sommige op het vlak van computational thinking, sommige op het vlak van ICT-basisvaardigheden, bijvoorbeeld. En wat we proberen te doen is het product generiek te maken, grotendeels zodat het op meerdere plekken in een school ingezet kan worden, of meerdere of verschillende scholen. En daarna na te denken over wat is nou jouw schoolspecifieke visie en hoe zou dit passen binnen jouw school? Dus we delen het ook in het hele netwerk. Dat betekent dat 16 stichtingen en uiteindelijk 400 scholen ervan gebruik zouden kunnen maken als het uiteindelijk af is. En daarmee maken we het ook generieker. En kijken we vervolgens, hoe kan het nou geïntegreerd worden in jullie schoolpraktijk? Ja, helder volgens mij. Misschien om daar nog even op aan te vullen. Kijk, volgens mij is het geen of-of. Of je het binnen je eigen school of tussen scholen moet gaan organiseren. Nee. Ik denk dat allebei ongelooflijk waardevol is. Mm-hmm. Wat het interessante is van het organiseren binnen je school, is dat je allemaal herkenbaar elkaar herkent en met dezelfde dingen bezig, dezelfde context zit en werkt aan een gezamenlijke visie. Op het moment dat je tussen scholen organiseert, dan kan je op een gegeven moment ook weer zicht krijgen op je blinde vlekken. Oh, zo doen wij het hier. Maar hey, anderen doen het anders. Dus je gaat je vragen stellen bij je eigen praktijk. Ik merk dat zelf heel sterk als het gaat over internationalisering. Het feit dat je gaat kijken in een ander land, en hetzelfde is denk ik als je gaat kijken in een andere school, ga je weer met een nieuwe blik naar je eigen praktijk kijken. En ik denk dat dat ook heel behulpzaam is. Ja. Het roept voor mij ook een beetje de vraag op van wat eigenlijk binnen zo'n POG de bronnen zijn die je gebruikt om te leren van elkaar. En zelf onderscheid ik eigenlijk drie bronnen. Je zou kunnen zeggen van ik leer van ervaring door gewoon dingen te doen en ergens tegenaan te lopen en te kijken hoe kan ik daar dat oplossen, et cetera. Je kan leren van anderen die je inspireren en dergelijke. Dat kan heel sterk binnen zo'n professionele leergemeenschap of met maatjes, binnen school of over scholen heen. En de derde is eigenlijk de leren van de verre ander. Iemand die ver weg staat en die allerlei ervaringen heeft en die gestold zijn, als het ware, in theorieën, documenten, et cetera. En je zou kunnen zeggen, dat is als het ware de theoriecomponent. De vastgelegde wetenschappelijke theorie of praktijktheorie die we met elkaar verzameld hebben. Dat kan in de publicaties van Kennisnet zitten of andere dingen. Mm. En dat vind ik wel altijd een spannende als je in dit soort POG's en ook als je binnen je eigen school dat leren van ICT-coördinatoren of docenten organiseert. Hoe maak je gebruik van voldoende mix van die drie bronnen? Want ik denk als je één daarvan mist, dat je iets mist in de rijkheid van het leerproces. Ja, ik vind het heel mooi beschreven. Want inderdaad, die reflectie, dat is een heel belangrijk onderdeel als je begint met zo'n POG, om gewoon te weten wat doen we eigenlijk allemaal op die verschillende scholen en wat zijn de vraagstukken die daaruit komen. En vaak ga je dan ook inderdaad we leren allemaal van elkaar, dus dat is ook ons motto, iedereen leert. Als lerarenopleider zie ik bijvoorbeeld weer heel veel dingen die in de praktijk gebeuren, waardoor ik weer mijn beeld kan aanscherpen van waar zitten nou echt die vraagstukken. Het betekent, we hebben die POG's hebben zo georganiseerd dat er altijd een expert en een procesbegeleider is. En die expert die is ook degene die bijvoorbeeld weer de links maakt naar die verre ander. Dus van, hey, maar jullie zijn nu met dit vraagstuk bezig. Ik lever wat artikelen aan. Of we zorgen dat we volgende keer een gastspreker uitnodigen die hier wat meer over kan vertellen. En helemaal nu het online werkt, kan je dus heel makkelijk ook externe gastsprekers koppelen aan zo'n POG overleg. Ja, mooi. Hey, ik kijk ook even met één blik weer naar de chat. En wat er eigenlijk langskomt is ook wel veel opmerkingen over dit is wel mooi, maar we zien dat in de werkdruk van docenten dit toch ingewikkeld is. Ja, het is ook ingewikkeld. En eerder kwam in het gesprek ook langs van dat faciliteren belangrijk is, maar dat het ook gaat over de mindset om gezien te worden en dat je het gevoel hebt dat het ertoe doet, hè? Dus de intrinsieke energie. Zouden jullie daar ook alle twee een reflectie op kunnen geven?
werkdruk is natuurlijk een gegeven. Het is druk. Tegelijkertijd is dit ook nodig. Hoe kan je daarmee omgaan? Ik wil hem denk ik iets breder pakken. Want ik kan geen oplossing voor iedere school maken. Maar ik zie bijvoorbeeld ook staan, ja, je moet als coach de mogelijkheid hebben om stand bij overleggen te zijn en dergelijke. Dus eigenlijk gaat het heel erg over de vraag van hoe is het ingebed in de school? En hoe verhoudt het zich tot de structuur van de school en de werkstructuur, maar ook tot de cultuur in de school en wat de aandacht vraagt en dergelijke. En eigenlijk kom ik dan op dat tweede element, wat ik zei, je hebt aan de ene kant het niveau van de e-coach en aan de andere kant heb je het niveau van leraren, want de e-coach die moet uiteindelijk met leraren aan de slag gaan. En dat is niet alleen een kwestie van ondersteunen in het ontwikkelen van vaardigheden of het iets ontwikkelen waar vervolgens docenten mee aan de slag gaan, maar het gaat heel erg ook over implementatievraagstukken. Dus hoe krijg je het nou voor elkaar, hoe krijg je het georganiseerd? Ja. En daar kan ik geen pasklare antwoorden op geven, maar daar heeft die e-coach wel mee te maken. En dat betekent dat die e-coach dus meer nodig heeft dan alleen ontwerpvaardigheden of mogelijkheden om zijn collega's te trainen, maar moet nadenken van maar hoe breng ik veranderprocessen in gang? Hoe spreek ik mijn leidinggevende aan? Hoe krijg ik die mee? Hoe krijg ik, als ik iets geïmplementeerd heb, collega's enthousiast? En dan gaat het heel erg over veranderkundige vraagstukken. Dus mensen die in zo'n rol zitten, die hebben eigenlijk ja, wat ik in mijn werk teacher leadership noem. Dus die leiderschap nodig hebben om dingen voor elkaar te krijgen. Dus dat betekent op het moment dat je mensen in positie zet, dat je ook moet vragen, maar wat hebben zij nodig om daar effectief in te zijn? Om dit soort vraagstukken aan te pakken. En dat gaat veel verder dan vaardigheidstrainingen of het weten hoe je collega's kan ondersteunen en trainen en hoe je materiaal ontwikkelt. Ja. Ik vind dat nog wel een heel belangrijk vraagstuk. Wat vragen we eigenlijk van e-coaches en wat hebben ze daarvoor nodig? Ja, dus heb oog voor bredere, kennis en kunde, bijvoorbeeld op het gebied van veranderkunde, om juist te dealen met die vraagstukken van werkdruk en daar dus je weg in te vinden in je schoolorganisatie. Ja, en één element wat ik daarin heel belangrijk vind, dat is eigenlijk strategisch denken. Ik maak me er niet altijd populair mee, maar mijn stelling is vaak dat leraren niet gewend zijn om strategisch te denken. Die proberen iets, lopen tegen een muur op, gaan op hun rug liggen van het lukt niet, want het gaat daar fout. In plaats van na te denken van oké, maar als dit niet de weg is, wat is dan de andere weg? Ja. En wie kan ik dan vinden als partner hierin? Dus veel strategischer nadenken, hoe krijg ik dingen voor elkaar? Ja, en dit is ook echt wel een onderdeel van zo'n PLG. Dus we hebben ook wel inderdaad POG's waarbij we echt de hele lobby hebben gehad om bijvoorbeeld zo'n collega voor een halve dag in de week echt vrij te spelen in een stichting. Dus dat we inderdaad op verschillende strategische niveaus ook plan van aanpak geschreven. Wat willen we bereiken? Wat kunnen we de stichting bieden? Wat levert het op? Vervolgens inderdaad met de directie in gesprek van We kunnen hier schoolontwikkeling en stichtingsbreed kunnen we ontwikkeling realiseren. Maar daar hebben we wel echt die facilitering voor nodig. En dan ben je dus inderdaad in zo'n POG op allerlei strategische lagen aan het denken en aan het sturen. En ik merk ook in post-HBO opleidingen, we hebben inderdaad ook veel teacher leaders in de POG's. Dus dat die rol als teacher leader, die zie je ook inderdaad steeds meer naar voren komen. Die rol heb je ook nodig om dit hele proces op gang te brengen en ook vooral duurzaam te houden. Kijk, je kunt dit en het betekent dus inderdaad ook dat wij binnen ons netwerk ook dan weer bewust weer met schoolbesturen in gesprek zijn, juist om die wisselwerking te houden en dit te kunnen realiseren. Ja, ik zie op de chat iets langskomen wat volgens mij zich hier ook toe verhoudt. Even kijken hoor, wie dat was. Karin van Ginkel die merkt op van joh, soms is het belangrijk om niet groots en meeslepend iets te willen gaan organiseren, maar soms is het ook belangrijk om gewoon te starten. En in mijn beleving sluit dat ook aan bij de opmerking van Marco over strategisch handelen. Als je dus merkt in je context dat een weg is om een begin te krijgen, zou dat een hele goede strategie kunnen zijn. Dus hoe zijn jullie gestart, Annika? Kan jij daar ook iets over vertellen? Ja, wat was de link? Nou, dat is wel heel interessant, want het is inderdaad gewoon starten. Ik ben gestart met maar twee leerkrachten.
met wetenschap en technologie in 2017. Dat waren twee leerkrachten die de post-HBO-coördinator onderzoekend en ontwerpend leren hadden gevolgd. En die zeiden, we zijn nog niet klaar, we willen verder. En zo is de POG Wetenschap en Technologie ontstaan. En dat heeft uiteindelijk een enorme spin-off gekregen. Want inmiddels hebben we 5 POG's, iets over, nou ja, POG op gebied van zelfregulatie, leerstrategieën in het de wetenschap en technologie en digitale geletterdheid. We hebben een spin-off, dus de POG digitale geletterdheid. We hebben beta burgerschap gekregen. Doordat er allemaal, ja, doordat leerkrachten in dat netwerk zagen, hey, dit werkt en hier wil ik onderdeel van zijn en ik heb mijn eigen vraagstukken. En ja, op een gegeven moment wordt zo'n groep te groot. Ja, als het meer dan 10 wordt, dan wordt de cohesie, dan wordt het gewoon te groot om nog samen veel te bereiken. Dus toen hebben we POG's gesplitst. Dat gewoon starten is een hele goeie. Vind mensen om je heen die op eenzelfde manier met dat vraagstuk aan de slag ook willen. En dat is denk ik ook wel de kracht hiervan, doordat het vraaggestuurd is, doordat het iets is wat mensen graag willen oplossen. Als dat belangrijk genoeg is, dan krijg je daar draagvlak voor. Ja. Marco, misschien voor jou dan nog de uitsmijter, want de tijd, we hebben nog een paar minuten. Ja. Heb jij nog iets dat je denkt van, nou, in dit gesprek hebben we dat gemist? En dat vind ik toch belangrijk vanuit mijn brede kennis over dit onderwerp. Nou, voor mij is denk ik de belangrijkste boodschap die hier uitkomt, is dat denk zowel leraren, ICT-coaches en schoolleiders moeten nadenken over van wat is er nodig om dit in gang te krijgen. En die POG is een hele mooie vorm, maar het start eigenlijk aan de voorkant. Op het moment dat je een rol krijgt als e-coach, dat je nadenkt, wat heb ik nodig? En een schoolleider die iemand een rol geeft als e-coach, nadenkt, wat heeft die persoon nodig om effectief te zijn? En ik denk dat dat essentieel is. Dus je kan heel erg focussen op, ja, het moet vooraf moet het gefaciliteerd zijn in tijd, in aandacht, et cetera. Maar die e-coach die moet dat zelf ook voor een deel gaan organiseren. En daar heeft hij ook vaardigheden voor nodig. En die e-coach kan dat in principe ook zelf organiseren. Maar ja, daar is ondersteuning voor nodig. En ik denk dat zo'n POG daarin een hele mooie vorm is. En dat je eigenlijk dus binnen een school echt moet kijken van, ja, hoe kan ik nou die ondersteuning organiseren? Is er een POG bij mij in de buurt? Moet ik dat zelf op gaan zetten? Doen we dat met een aantal besturen samen? Om als het ware die context te creëren waarin iemand die rol krijgt ook daadwerkelijk succesvol kan zijn. Ja, nou, dat is heel mooi als afronding. Heel erg bedankt Annika en Marco om het gesprek hierover te voeren. Zoals ik al zei, het artikel over de praktijksituatie van Annika staat in de chat. Als jullie nog vragen hebben aan Annika of Marco of ik, dan kan dat ook via de chat. En dan niet de chat aan de linkerkant, maar in de chat aan de bovenkant. Daar kan je ons zoeken en kan je ons een berichtje sturen. En volgens mij hebben we nu nog 27 seconden voordat we teruggaan. Dat is heel schrap, heel krap in de planning. Maar in ieder geval bedankt dat jullie hier waren voor iedereen. Ja, graag gedaan. Ja, en ja. Voor iedereen, mocht je vragen hebben, neem vooral contact op. Oké. Volgens mij is het allemaal. Yes, dank.